Dag Hans, het zomerreces zit erop en we zien bij ons alvast de economie fors heropleven. Maar de coronapandemie is niet voorbij. Hè. Er schuilt nog altijd een vierde golf om de hoek. En de vraag is dan, hoe is het op dit moment gesteld met de wereldeconomie en wat kan dat betekenen voor beleggingsportefeuilles? Als chief economist ben jij uiteraard uitstekend geplaatst om daar wat meer duiding bij te geven. Laten we eens beginnen met te kijken naar die wereldeconomie. Zien jullie eigenlijk overal nu een positieve tendens? Positief, ja. Dus de wereldeconomie zit al een paar maanden, kwartalen in de lift. En dus ja, we hebben dat gezien op het vlak van consumptie, investeringen, overheidsbestedingen. Dus eigenlijk zien we vandaag een vrij fors herstel, zowat overal ter wereld, maar toch wel met een zekere discrepantie. Hè. Dus het is zo dat eigenlijk China, dat eigenlijk heel sterk uit de crisis kwam initieel, vorig jaar al, dat we daar nu toch duidelijke tekenen zien van vertraging. Amerika ook een beetje. Europa blijft het vertrouwen vandaag alsnog vrij stevig overeind. En als we dan kijken naar de volgende kwartalen, wat zijn de verwachtingen? Ja, dus in lijn met de aard van deze crisis, het is dus een exogene crisis, wat eigenlijk betekent dat je initieel heel sterk en heel snel aan economische activiteit verloor, nadien een snelle heropleving zag. We zitten nog altijd in die heroplevingsfase, maar het is eigenlijk omwille van die aard van de crisis ook volledig logisch om een vertraging in het groeitempo te verwachten. Dat ga je zien op het vlak van vertrouwensindicatoren, maar ook op het vlak van andere economische cijfers en ook in de bedrijfswinsten, ja, zal er een vertraging komen. Dat is nu eenmaal eigen aan de crisis. Het is niet zo dat we al aan echt structurele nieuwe groei toe zijn. Nee, het is voorlopig, het plaatje voorlopig voor de volgende kwartalen zou ik zeggen, is nog altijd cyclisch. Wordt vooral cyclisch gedomineerd, nog altijd herstel, heel duidelijk. Als je dan natuurlijk verder gaat kijken op lange termijn, wat gebeurt er na 2022? Ja, dan zit hij in de structurele fase. Dat is natuurlijk altijd koffiedik kijken. Dan hangt het af van de prestaties op de arbeidsmarkt. Daar neem ik wel aan dat we stilaan terug naar een situatie van volledige werkgelegenheid zullen gaan, naarmate de tijd vordert. En dan is de grote vraag natuurlijk, wat gebeurt er met de productiviteitsgroei? Dat is eigenlijk op lange termijn nog altijd de belangrijkste groeifactor, determinerende factor. Nu, dat is moeilijk om daar grote voorspellingen over te doen. Dat is misschien wel een reden om daar iets of wat positief over te zijn. Althans positiever dan het voorbije decennium. Omdat je ja, toch een meer stuttende rol hebt van overheidsinvesteringen. En ook omdat er toch wel wat leerervaringen zijn bij bedrijven en gezinnen tijdens deze crisis, tijdens deze pandemie. Met name op het vlak van digitalisering. Als we dan kijken naar overheidsingrijpen, dan is er toch wel wat bezorgdheid over wat zich de voorbije maanden in China heeft afgespeeld. Met de overheid die toch meer nadrukkelijk greep wil krijgen, zowel op het monetaire als op de techsector. Hè? Hoe kijken jullie daar naartoe? Ja, dat is natuurlijk staatskapitalisme op zijn Chinees. Dus in die zin verrast het niet echt. Kijk, voor China is het heel belangrijk om toch de kosten op het vlak van gezondheid, op het vlak van onderwijs, op het vlak van huisvesting onder controle te hebben. En daarnaast is ook ongelijkheid natuurlijk een belangrijk thema. We hebben dat de voorbije decennia toch, we hebben de cijfers gezien, ongelijkheid is vrij hoog. En China wil natuurlijk beletten dat die ongelijkheid verder omhoog gaat. Dat heeft natuurlijk allerhande repercussies voor de brede economie in zijn geheel. China wil toch ook zeker zijn grip hebben op die techsector op de termijn. Dus dat is nog niet voorbij, we gaan er nog van zien. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, althans op het vlak van technologie, dat dat niet zo'n slechte zaak is, hè, omdat je uiteindelijk ook wil dat er toch ja, niet te veel discrepantie ontstaat tussen één sector en de rest van de economie, omdat dat ook meer ongelijkheid in stand houdt en bewerkstelligt. Het is een voorbode van wat we ook in de VS gaan zien? Ja, maar minder, denk ik. Ik verwacht wel op termijn een verstrekking van het beleid naar de technologiesector of naar marktmacht in het algemeen. Maar daar denk ik, zullen we moeten kijken wat het geeft. En je hebt nu met Lina Khan toch een belangrijke persoon aangesteld bij de FTC, Federal Trade Commissioner. Maar ja, in hoeverre dat ook effectief voor oplossingen zal zorgen, valt nog af te wachten, gezien ook de lobbymacht van de technologiesector natuurlijk. Een ander fenomeen wat we zeker eens moeten bekijken, dat is de oplopende inflatie. Afgelopen zomer bij ons is die over de 2% gegaan, wat betekent dat ambtenarenweddes, uitkeringen en pensioenen gaan stijgen dit najaar. Hoe kijken jullie naar die oplopende inflatie? Ja, dat blijft een belangrijk gespreksonderwerp in economenland, zou je kunnen zeggen. Maar dat is niet nieuw, dat is eigenlijk al verschillende kwartalen. Blijft waarschijnlijk zo. Nu, ja,
Op korte termijn heb je de zogenaamde basiseffecten. Die zullen verdwijnen van de hoge inflatiecijfers. Dat heeft te maken met de energieprijzen, jaar op jaar stijging. Die was fors natuurlijk. Dat effect zal eruit gaan. Dan zit je nog met een tweede effect. Dat gaat over de distorties in de voorraadketens. Dat is niet opgelost overnight, dus dat zal nog enige tijd in beslag nemen. En dan op lange termijn is het de vraag in hoeverre de inflatie structureel hoger zal liggen. Daar denk ik zijn er een aantal redenen om daar toch iets positiever over te worden. Dat het iets hoger zal zijn in vergelijking met voorbije decennia. Maar ik zou daar zeker ook niet alarmistisch overdoen. Ik denk dat dat eigenlijk redelijk goed zal meevallen. En het is eigenlijk wel gewenst. Laten we dan een bruggetje bouwen naar het monetaire beleid. Vorige week was er die befaamde Jackson Hole meeting met de voorzitter van de Federal Reserve in de VS, Jerome Powell. Wat heb jij daaruit geleerd? Geen grote verrassingen. Wel duidelijk is dat de Fed de obligatieaankopen geleidelijk zal terugschroeven. Dat zal al normaal einde dit jaar gebeuren. Dus dat wel. Verder heeft hij ook heel veel nadruk gelegd op het herstel van de arbeidsmarkt. Hè. Dus ik denk dat we dat eigenlijk al wisten. Maar dus dat het zeker niet zo is dat na het terugschroeven van die obligatieaankopen dan onmiddellijk ook die eerste renteverhoging zal volgen. Nee, hij legt echt de nadruk op het herstel van die arbeidsmarkt. En daar is nog wel een weg af te leggen. Dus zoals het er nu naar uitziet, denken we dat die eerste renteverhogingen maar eerst zal komen in 2023. En dat we uiteindelijk maar slechts twee renteverhogingen zullen hebben tegen het einde van 2023. Dat is ook wat de markt vandaag inprijst. Dat is de boodschap van de Fed. Oké, dat kan altijd veranderen natuurlijk. En dan ook op lange termijn moeten we zeggen dat het onderliggende renteklimaat, dat we dan toch in een structureel lage renteklimaat zullen zitten blijven. Ja. En dan laten we eens kijken naar de beleggingsportefeuilles. Wat is de impact nu van al die zaken op de invulling van jullie portefeuilles? We zijn nog altijd vrij positief op aandelen, maar we denken dat op lange termijn die toch nog het meeste rendement zullen bieden, relatief ook. Dus overwogen aandelen, Europa, Amerika, emerging markets zijn we neutraal. Dus iets minder positief gaan we ook nog moeten bekijken in de toekomst toe. En binnen die aandelenportefeuille leggen we natuurlijk wel accenten. Hè. Dus in lijn met het cyclische economische herstel, zij het dan iets gematigder, denken we dan toch dat die cyclische aandelen het net iets beter zullen doen dan de kwaliteitsaandelen, de waardeaandelen net iets beter dan de groeiaandelen. En de small caps net iets beter dan de large caps. Dat zijn een aantal accenten. Maar aandelen zijn één facet van een portefeuille, een heel belangrijke weliswaar. Maar diversificatie blijft toch echt wel een sleutelwoord in een wereld die fundamenteel onzeker is. Dan kijken we toch nog naar obligaties, zij het met een vrij beperkte duraties, maar ook naar een aantal munten, Zwitserse frank, Japanse yen, Amerikaanse dollar. Dus aandelen, maar altijd wel gediversifieerd en zeker niet all-in. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.